Met de Grand Prix in Zandvoort voor de deur is het enthousiasme in de Max Verstappen-shop in Bataviastad groot. En de winkel wordt dan ook druk bezocht door fans. Ja, we zijn wel een fan van Max. Ja. En waarom is dat? Ja, het is toch wel Nederlander, maar goed, goede coureur ook. Hij doet het goed de afgelopen tijd, het gaat alleen maar beter. Zijn vechtlust. Hij gaat er altijd voor. Hij zal nooit denken van het lukt niet. Nee, probeer het altijd. Dit weekend rijden voor het eerst in 36 jaar weer Formule 1 auto's op het circuit van Zandvoort. Maar de hype rondom coureur Max Verstappen is al tijden groot, merken ze in de winkel. Ja, momenteel is het gewoon niet aan te slepen. Ze zijn allemaal uitverkocht en ik kan het ook niet meer bij de fabriek te verkrijgen. Dus ja, dat is heftig. Elke keer als er een raceweekend is, dan heb je vanaf donderdag tot en met de zaterdag is het druk. En dan heb je op zondag nog de last minute aankopen. Dan staan ze hier om 9 uur te trappelen voor de deur. Tot dit weekend stond een van Max's auto's voor de deur. En dat zorgde dan ook voor piekdrukte. We moesten zelfs dranghekken neerzetten voor de auto, zodat ze niet door het glas heen gingen. En ja, hier voor de winkel had je ook gewoon bijna een uur wachttijd, want anders was het te druk in de winkel. En gaat u nu ook nog wat kopen hier? Weet ik niet, ik denk het niet. Nee, het is vooral gewoon even dichtbij zijn. Even kijken hoe het onzin ze commercieel verkopen. Ik wilde voor mijn vrienden nog even een shirtje halen voor het weekend. Dat we allemaal even een Red Bull shirtje aan hebben. Even de sfeer iets gezelliger maken toch, thuis op de bank. Gaat hij winnen? Natuurlijk. Ja, moet kunnen.